Ah, hier is de oorlog, de krieg. Ah, oké.
Regardez-les. Ah, ich zu Hause mit meiner Mutti, aber noch ganz klein und Baby. Ja. Aber mein Vater war in Antwerpen beim Krieg. Ah, in Antwerpen? Ja, mein Vater hat da einen kleinen Abenteuer gehabt. Je spreekt wel slecht Duits, hè? Nou, wat dan? Een avontuur. Een avontuur, dat zeker. Ja, schön is het, heb ik Antwerpen. Schöne vrouwen. Ah, ja, mijn vader had er een hübsche vrouw gekauft. Dat zou wel zijn. Hübs erop, hübs erop. Kennen Sie Antwerpen? Oh, jawohl, ja, noch ein klein bisschen. Ah, ja. Schön ist es da in Antwerpen, Sehr schön. Schöne Frauen, Ein Abenteuer. Mein Vater, ja. Wo wohnen Sie in Antwerpen? Wo wohnt er noch? Du in den Burgfammer. Ze ging niet met die, zo begint dat met die Duitsers, hè? Hashtag niet toe. Ik woon in de Stasi-straatje. Ah, ja, Stasi, am Bahnhof. Nee, ik heb geen hof, ik woon op een appartement. Nee, beim Zug. Patatskens en tomatskens en ramenatskens en dinges wijsloof. Ah, en een gemuzegeschäft. Doe maar even. Ah, ja, een gemuzegeschäft. Ja, dat is ja, een grunzelwinkeltje. En hoe woont deine Mutti? Hij werd al boven dat grunzelwinkeltje. Ah, en wie ziet ze aus, deine Mutti? Dat heb ik verstaan, hoe zie ze eruit, wil ik zeggen. Maar mijn moeder is zo'n klein dikske met een ballonnetjeskopje, aber twee dikke tetten. Ja, en wie heißt deine Mutti? Ja, maar Anton. Ja, wie ziet ze aus? En dat is een beeld. Een beeld. Ja, een beetje. Ja, ik heb een beeld. En een foto bedoel. Ja, foto. Ah, nee, wacht, ik heb gezien, nee. Ja, kies hè. Ja, dat was mijn moeder als ze jong was. Kijk eens, schoen. Schoen maat, hè. Ja, en deze, dat is mijn moeder nu. Ja, zo ziet ze eruit. En wie heißt ze? Ja, heiß is ze niet meer, hè. Anton, dat is lang geleerd, hè. Vroeger was mijn mama een heel stof. Pas op, de garage is er nog, maar er komt geen auto bij mij. Name, Neukermans Charlotte.